Goedemorgen. Jullie weten allemaal wat we vandaag gaan doen? Ja! En wat gaan we doen? Schilderen! Schilderen. We gaan kunst maken. En weten jullie wat kunst is? Schilderen. En wat ga jij schilderen? Ik schilder rondjes en een figuurtjes erdoorheen. Maar de ribbeltjes zitten er nog in. Maar eerst deed ik de hobbeltjes erin en toen heb ik de roller gepakt. En toen rolde ik eroverheen. Maar jullie maken bijvoorbeeld niet een tekening van een huis of van een boom. Jullie zijn echt lekker aan het kliederen volgens mij. Ja. Hij spet er overal naartoe. Hij spet er naar de andere kinderen, naar de linkerkinderen. En hoe is het met je kleren? Ze zijn nog schoon. Ze zijn gelukkig nog schoon. Juf, ja? Ben je hier op een kunstacademie? Nou, dat liek het wel zo, hè? Ja, ik ben echt de kunstneus hier. Maar wie ben je hier op het muziek? Dit is de basiskwallen. En ik ben even ondersteken dat ik aan de klotters op mijn bril had. Maar we hebben hier een atelier, een schildersatelier. Dus mijn zoon zei ze inderdaad dat we op een kunstacademie binnen. En waarom doe je hem dit? Nou, we werken de oude aan de twee weken al over het thema kunst. En nou, wie vinden eigenlijk al je mij de... Bij werken, dat zit ik beleven maken. We kunnen erover vertellen, we kunnen boekjes zien, maar je moet gewoon wat je beleven. Nou, dit vinden ze schitterend, dat kun je gewoon de kapjes wel zien. Dus dit bloot ze bij. En vind je het ook leuk om te doen, schilderen? Ja, maar mijn hand er zit er ook nog onder. Omdat ik lekker was aan het glitteren en ik denk dit niet op mijn handen. This is the last we see of your eyes. We hebben appelactie van het Lemster Olie Score. En dat houdt in dat je elke keer weer in de been moet om al die appels ervoor te krijgen. Dit is een goede zaak voor de pad, maar het is een hele klus. We hebben haar oude kleed erin. De appels weer als aaien behandelen. Het Olie Score, dat is een enorm groot koor uit de Lemmer, 125 man. Die komen op Oerelwei. En die zongen we elke tientje maar nog te willen. En Joop bent daar lid van? Daar ben ik 26 hier lid van, ja. En je rent al 26 jaar lang bij de douane. Zolang ik erbij ben, doen wij al mee, ja. Ja. En wij hebben appels. Ja, dat is een keer op een gegeven moment zo ontstinkt. Dat weet ik eigenlijk net, waar het terug ontstongen is. Maar het is een hele goede business en iedereen wil het wel hebben. Waarom rennen jou nou in die speciale kleren om? Nou, het Fries kostuum, hè, dat is het ware pak van uw score. En dat is natuurlijk altijd een fleurig gezicht. En ik heb er al vaker mee venten en daar heb ik altijd een soort succes mee. Je denkt dat je meer verkeer hebt door het pak? Ja, dat denk ik wel. Ja, je bent een beetje leuk uitje. Danny, oh, ja. We hebben weer appelactie van mannenkoor. Nou, geweldig. Doe je ook er even mee? Ik doe mee. Ja, altijd, ja, hè? Altijd, ja. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, veel succes. Dankjewel. Ik zal even de portemonnee pakken. Ja, daar gaat het om. En wat is er nou zo leuk aan dat koor? Dat je dit dat helemaal... koor? Ja, dat je sucks dagen. Dat is 125 vrienden erbij. En we hebben alle week een prachtige repetitie. Ik ben een hele gezellige jongen.
Ja, precies gepakt. Bedankt. Ik ben heel graag jongen. Ik heb van oude mijn jonge jaren altijd op mijn koor zitten. En wat is nou jouw favoriete noemen wat je hem doorge? Favoriete noemen? No. Lopen in Herden, hebben we, dat is een stukje, daar hebben we ook weer een programma. Een lekker pittig duurt stik, dat vind ik heel mooi. Kun je een stukje doen? Prijs und Lob den Herrn, la 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 la. Goedemorgen. Ken je ook nog wat appels verkepen? Ja, ja, heel graag. Ik wil graag trein voeren. Just wel, trein voor een tientje doen we dan. En zij is nou eens eerlijk. Pik je er zelf wel eens een appeltje tussenuit? Ja, ja, we pakken een poeder en daar eten we van.